We hebben nog meer tapjes hierboven. Boven zoeken, home. Bijvoorbeeld dossiers. We gaan eens kijken wat daarin zit. Hier in dossiers vind je een verzameling van allerlei dossiers gemaakt door de redactie van Edit. En binnen een dossier zijn verschillende bronnen van binnen Edit en buiten Edit gebundeld over een bepaald thema. Geweld. Over klimaatverandering, lente. Je kunt ze sorteren door de titel te pakken en nu gaat hij van A tot Z of door op datum te kiezen. Zo heb je alle dossiers bij elkaar. Maar hoe ga ik nou, als ik zoek op een bepaald onderwerp, binnen deze dossiers tot mijn zoekopdracht komen? Dat doe ik hier bij zoeken. En ik ben nu bezig met een werkstuk over Artis, dus ik ga zoeken naar dossiers die gaan over dieren. En dat doe ik hier. Hier ga ik zoeken binnen alle verschillende bronnen naar dieren. En dan krijg ik heel veel resultaten. Maar hier kan ik weer verfijnen. En kan ik kijken naar de dossiers over dieren. En dat zijn er 13. Hier heb ik de dossiers gevonden die gaan over dieren. Roofdieren bijvoorbeeld. Ik klik er eentje open. En ik ga hem bekijken. En hier vind ik allerlei videomateriaal. Bijvoorbeeld over de panda weer. Dierentuin het. Een erg handig hulpmiddel om een heleboel bronnen die over hetzelfde thema gaan in één keer te vinden. Dat zijn de dossiers in Edit.